Ja, en dan is volgens mij nu het moment daar, het grote moment, want ik krijg te horen dat Sinterklaas binnen is. Oh, goedemiddag. Sinterklaas. Nou, zijn we hier in de studio van Onder Ons. Nee, dan moet u die kant uit. Jij kunt het niet van het kastje naar de muur sturen, maar... Die zijde? Rechtdoor. Oh, nou, u gaat het vinden. Prima, ja, dank u wel. Dag, meneer Jan. Dag. Sinterklaas. Kijk eens, hè. Ja. Oh, ja. Goedemiddag. Ben ik hier in de studio van Onder Ons? Daar bent u. Oh, kijk eens aan. Ja. Oh, Pieter, kom maar binnen, zou ik zeggen. Ja, kom maar binnen. Daar is u, Sinterklaas, wat leuk. Kom eens. Ja, u bent er al. Plek. Ja, natuurlijk. Oh, Piet, neem jij even mijn staf aan. Ja, oh, wat gezellig. Nou, Sinterklaas, het is me een grote eer. Dag, Zwarte Piet. Goeiedag. Hallo, Zwarte Piet. Wat gezellig dat jullie er zijn. Oh, heerlijk. Want het zijn natuurlijk wel ontzettend drukke dagen dit. Kunt u nog een beetje volhouden? Oh, dit hou je altijd vol, hè. Het is heerlijk om dit weer te mogen meemaken in Nederland. Ja. Ja, want we hebben zo net eventjes een gesprek gehad en het schijnt dat u nog steeds ontzettend gul bent ondanks de crisis. Hoe kan dat toch? Waar betaalt u toch allemaal van? Ja. De centen zijn allemaal weer teruggevonden, hè, zullen we maar zeggen. Nee, kijk, het is natuurlijk zo dat het wel stijgende is, wellicht. Maar mensen zijn al tevreden met een lekkere knuffel. Hè, ja, of met dat een zou lekkere fijn zijn. Kus. Hè? Ja. Maar merkt u nou ook zeg maar, dat de kinderen steeds meer willen en steeds duurdere cadeaus vragen? Nee. Nee? Nee. Dat valt reuze mee. Maar niet, Piet. Hè? Nee. We kunnen eigenlijk niet concluderen dat de kinderen steeds meer of groter willen. Nee? Nee. Wat goed om te horen eigenlijk. Ja, kinderen heerlijk. Blijven bescheiden. Ja, daar zijn het kinderen voor. Hè? Nou ja. Schijnt het wel dat het gaat sneeuwen. Op pakjesavond. Zijn jullie daar een beetje op voorbereid, Piet? Wij zijn altijd op sneeuw voorbereid. We hebben speciale schoenen daarvoor, dus we kan geen kwaad. En dan gaan jullie naar een speciale Pietenschool om dat te leren? Of? Ja, op de Pietenschool leren wij op daken klimmen en hoe je met spikes kunt lopen. En we leren in de overal inklimmen. Wij zijn heel voorzichtig. Wat geweldig om te horen. Zijn mijn Piet, hè? Ja, dat zijn de beste natuurlijk. Ja. Nou, het blijft natuurlijk een groot kinderfeest. Hè? Ja. En we hebben ook wat vragen gekregen van kinderen. Laten we eens even kijken naar de vraag van Suzanne. Zij is 8 jaar. En ze vraagt zich af, hoe kunt u op tijd alle pakjes wegbrengen? Hoe lukt dat toch dat iedereen allemaal die cadeautjes krijgt op tijd? Dat is wel een hele goede vraag. Maar ik breng ze natuurlijk niet allemaal zelf weg. Hè? Nee. Ik heb heel erg veel Pieten. En het zijn allemaal Pieten van de tijd, hè? Pieten van de tijd. Ja, dus dat betekent, lieve Suzanne, dat de pakjes eigenlijk altijd op tijd komen. Wat goed om te weten. En dat komt natuurlijk door alle Pieten, hè, Piet? Ja. Hoeveel hebben we er wel niet? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ja, ik ook. Maar het is een geoliede machine. Maar gaat het ook nooit eens mis met die pakjes? Dat jullie per ongeluk de verkeerde brengen? Oh, maar natuurlijk wel. Ja. Natuurlijk wel. Ook wij zijn wel eens fout bezig. Daar praten we verder niet over. Nee, natuurlijk niet. Dat is beter voor niet. We hebben nog meer vragen, hoor. Oh, leuk. Want we hebben ook een hele slimme vraag van Salima. Zij is 6 jaar. Ja, nou. En zij vraagt zich af, hoeveel hulp Sinterklaasen zijn er eigenlijk? Hoeveel hulp Sinterklaasen? Nou, ja, hoeveel hulp Sinterklaas? Zijn die er, hulp Sinterklaas? Ja, er zijn er wel eens, hè, maar je kunt ze ook herkennen. Hè. Ze hebben meestal geen baard. Oh, dan zijn ze niet echt. Nee. Ja, maar... een beetje fop Sinterklaas. Maar er zijn eigenlijk ook heel veel mama's en papa's die ons helpen. Ja, die mogen toch wel even dat hulp moet natuurlijk Sinterklaas ook wel, hè? Eten. Want u bent natuurlijk ook al behoorlijk op leeftijd. Ja, ik ben inderdaad al Heeft u daar geen last van? Nou, je gaat het wel voelen, maar eerlijk is eerlijk. Als ik naar Nederland kom, dan vergeet ik alles. Ja, want in Spanje is het toch nog wel lekkerder warm dan hier. Ja. Het is wel een koud kikkerlandje wat we hebben. Ja, dat klopt. Daarom gaan we ook weer graag terug. Ja, maar u heeft nooit zoiets van, nou, dan moet ik weer naar Nederland. Nee, nee. Hoe komt u erbij, zeg? Wat is nou het leukste aan een Sinterklaasfeest? Het leuke aan het Sinterklaasfeest?
Buiten dat de kinderen natuurlijk ontzettend blij waren. Wat vindt u daar nou het allerleukste aan? Ik heb 1 jaar geleden mee mogen maken. Ja. Ja, nou, herinnert u zich nog alle snoetjes van die kleine kinderen? Ja. Nou, ik ben vorig jaar op het Sinterklaaskasteel in Helmond geweest, inderdaad. En daar heb ik heel veel blij gezichtjes gezien. Ja, nou, dat is de prijs die je krijgt. Voor ja, al die snoetjes, hè, Piet. Ja, geweldig, heerlijk. We hebben nog 1 vraag van Luc. Hij is 7 jaar en hij had een politieauto van Lego gevraagd. Waarom heb ik die niet in mijn schoen gekregen? Ja, vroeg hij. Ja, daar gaat het dus, hè? Daarom denk ik, vraag het even of het wel eens misgaat. Ja, Luc. Piet. Ja, weet jij hier meer van? Nou, ik denk dat komt. Heel veel kinderen hebben heel veel wensen op een lijstje staan. En dan gaan we soms kijken wat mogelijk is. En dan krijg je wel eens een ander cadeautje. Ja, dat toch? Ja, of de lijstjes liggen door elkaar. Ook, ja, en dan de verkeerde Luc krijgt de verkeerde politieauto. Ja, u heeft het net al aangekaart natuurlijk. We proberen dat zo goed mogelijk te doen. Maar ja, het komt wel eens voor dat er iets anders in de schoen zit. Ja, maar het kan gebeuren natuurlijk ook, hè? Ja. Nou, ik wens u en alle Pieten natuurlijk heel veel succes morgenavond. Ja, dank u wel. En dat het maar een geslaagd groot feest mag worden. En hier op Omroep Brabant kun je ook alvast een beetje in de stemming komen. Want morgen woensdagmiddag kun je een avontuur van Sinterklaas zien. Hier op Omroep Brabant, de film Sinterklaas en het gevaar van de snoepfabriek. Een hele spannende film. Ja, dat is een hele Ja, dat was een prachtig avontuur voor u. Ja, prachtig. Heerlijk. Dank u wel. Ja, morgen dus een heerlijk avondje, maar ook voor degene die avond geen Sinterklaas gaan vieren. Er is nog van alles te doen in Brabant. Na hun succesvolle theatertours van 2010 en 2011 heeft het Caribbean Combo weer een ander programma. Ze zijn er weer. Roé Verveer, Jan Dino Asporaat, Murt Mossel en Howard Komproe brengen een mix van comedy, muziek en dans. Woensdagavond in Eindhoven. In Museum Moti in Breda is de tentoonstelling Wij eisen geluk. Die blikt met posters terug op protesten uit het verleden. Met onder meer beelden van Opland tegen de kruisraketten, maar ook affiches over het massaprotest tegen de bom, krakersrellen en protestkunst over de Koude Oorlog. En tot zover deze Onder Ons. Heb je nou iets gezien waarop je wilt reageren of heb je zelf een goed idee voor een gast of reportage? Laat je dan horen op onze Facebookpagina. Morgen zijn we natuurlijk weer en dan onder meer met onze wekelijkse filmrubriek. En we hebben 2 jonge Brabantse ondernemers die deze week een bijzonder wereldrecord hebben gevestigd. Voor nu, bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne avond en zet die schoen nog 1 keer. Dat mag nog 1 keer toch, Sinterklaas? Jazeker. Goed zo, tot morgen. Zo, Pieter erbij. Lekker pepernootje.